Goedemorgen, vandaag hebben we een tweedeling in ons land met in het noorden van het land ruimte voor de zon. In het midden en zuiden van het land is het vaker grijs door bewolking en in het midden van het land ook mist. Die mist die kan vandaag hardnekkig zijn en zichzelf zelfs naar het noorden uitbreiden. Onder die mist blijft de temperatuur net als vanochtend in de loop van de dag hangen op een graad of 3. Daar waar de zon schijnt en in het zuiden van het land, daar kan de temperatuur wat verder oplopen en wordt het 7 of 8 graden. Dankzij een hoog drukgebied, pal boven ons land, is er weinig wind, meestal zwak tot matig uit uiteenlopende richtingen. Vanavond dan breidt de mist zich noordwaarts uit. Dat komt onder andere dankzij het vuurwerk en op veel plaatsen loopt het zich daardoor sterk terug tot waarde ruim beneden 100 meter. Morgen starten we de dag dan ook grijs, maar er is goede hoop dat in de loop van de dag uiteindelijk overal de zon doorbreekt. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 4 of 5 graden, op plaatsen met hardnekkige mist wordt het hooguit iets boven nul. In de dagen daarna blijft het rustig weer. Maar neemt vrijdag en zaterdag de kans op regen wel toe. Overdag is het vrij zacht met temperaturen op vrijdag rond de dubbele cijfers. En ook de kans op nachtvorst neemt de komende dagen gestaag af. Mijn naam is Wilfred Jansen en ik wens u alvast een fijne jaarwisseling.